Ja, Cody, ik maak me een beetje zorgen om je man. Hoezo? Ja, je bent links buiten en ik hoor iedereen over 4-4-2. Ja, maar we moeten op meerdere posities uit de voeten kunnen. Dus we gaan het zien waar ik ga spelen dit seizoen. Want in de media wordt het veel genoemd. Is dat ook iets wat bij jullie al te sprake is gekomen tijdens de trainingen? Ja, we hebben wel een paar formaties al doorgesproken. Dus het is aan de trainer om daar een keuze in te maken en ook waar hij mij gaat neerzetten, als hij mij erin zet. Waar zou je zelf het liefst staan? Ja, of aan de linkerkant of bij de voorste twee. Dus het is aan het trainen. Jullie hebben net een shuttle run test gedaan. Ja. Hoe kwam je er zelf uit? Ja, best prima volgens mij. Ik was bij de laatste, ik weet niet hoeveel, geëindigd. Ik ben wel een paar keer te laat gekomen tussendoor, maar dat zien ze door de vingers, denk ik. Die keepertjes, die boingelden een beetje onderaan. Die heb ik niet meer meegemaakt, want ik was zo bezig met mezelf. Dus daar heb ik niet op gelet. Maar er werd er niet iemand net even aangepakt, omdat hij een slechte conditie had? Nee, zolang zij de ballen tegenhouden, vind ik het prima. Nee, maar ik bedoel van de rest van de selectie? Oh, nee. Dit was gewoon een test om te kijken hoe hoog, wat je maximale hartslag was. Dus het was niet echt gericht op het eindigen van de test. Is dat ook wat we kunnen verwachten van deze nieuwe coach? Dat hij heel erg op dit fysieke gaat zitten? Ja, ik denk dat hij natuurlijk wil dat wij op en top fit zijn. En mede door dit soort oefeningen gebeurt dat. Wat zijn je verwachtingen verder van hem? Ja, veel druk naar voren in de wedstrijden, in de trainingen, hoge intensiteit. Dus we gaan een leuk seizoen tegemoet hopen. Het eind van afgelopen seizoen was natuurlijk niet om over naar huis te schrijven. Merk je dat er nu een ander gevoel zit in de groep? Ja, iedereen is weer nieuw, frisse energie, nieuwe energie zijn ze hier. En we gaan er het beste van maken. Iedereen heeft er weer zin in. Dus, Wat zijn je persoonlijke doelen voor komend jaar? Ja, zoveel mogelijk spelen en zo hoog mogelijk rendement halen. Hoger dan vorig seizoen. Dus, En voor wie moet jij daar de concurrentiestrijd echt mee aangaan? Ja, iedereen die voorin kan spelen is een concurrent eigenlijk, ja. Wanneer is jouw seizoen geslaagd? Als we een mooie prijs hebben behaald. Dus een beker of een landskampioenschap? Ja, dat zijn wel mooie prijzen volgens mij. En voor jou persoonlijk? Wat ik al zei, veel wedstrijden spelen, hoog rendement halen en dan is het wel een goed seizoen.